SC Cambuur. En in eigen huis ging Zwolle fris van start. Sendler, met de bal op Van Polen. De combinatie met Mokhtar. Van Polen op Saimak. De middenvelder in tweede instantie op Ryan Thomas. De Nieuw-Zeelander haalt uit en schiet de bal prachtig binnen. En zo zet Thomas PEC Zwolle in de 8e minuut op een 1-0 voorsprong. En zoals vaker deze voorbereiding blijft PEC Zwolle op zoek gaan naar het doelpunt. Met Younes Namli vanaf rechts. Gaat de 16 meter binnen. De bal op Thomas. Ziet Ehizibe. De rechtsback met de voorzet. Saimak. Legt terug op Thomas. Maar dit schot gaat over het doel van Pieter Bos. En ook Cambuur komt aan voetballen toe. Met de lange bal op Xander Houtkoop. Houtkoop in duel met Kingsley Ehizibe. Houtkoop legt hem terug op Peersman. Peersman met de diepe bal. Wordt uitverdedigd door Dirk Marcellus. De bal voor de voeten van Ricardo Kip. Kip haalt uit, maar schiet net naast het doel van Diederik Boer. En zo is PEC Zwolle gewaarschuwd. Druk zetten van Partyshek. De bal wordt onderschept door Thomas. Geeft hem mee aan Namli. Namli met de steekpaas op Mokhtar. Younes Mokhtar. En de linksbuiten faalt niet en schiet de 2-0 binnen voor PEC Zwolle. Prima uitgespeeld door de ploeg van John van het Schip. Sendler. Vindt Younes Mokhtar. Mokhtar met de goede paas op Van Polen. De aanvoerder met de voorzet. De kopbal van Saimak. Komt de bal voor de voeten van Partyshek. En zo kan Piotr Partyshek zijn ploeg op een 3-0 voorsprong zetten. De tweede helft. Saimak. Met de bal op Younes Namli. De steekpaas op Ehizibe. De voorzet op Mokhtar. En Younes Mokhtar maakt zijn tweede van de avond. De 4-0. Bakker. Partyshek. De opening op Ehizibe. Het schot van Ehizibe met de redding van de doelman van Cambuur. Een goed schot van de rechtsback die vaak mee opkwam in deze wedstrijd. De laatste mogelijkheid is voor SC Cambuur. Met de corner. Het schot van Peersman. De redding van Diederik Boer. En Ryan Thomas die verder uitverdedigt. En zo wint PEC Zwolle de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding met 4-0.